Bonjour allemaal. Hallo. Vandaag zullen Brie en ik je laten zien hoe je een fancy kapsel kunt maken. Er zijn verscheidene manieren waarop je dit kunt doen. Verscheidene is fancy voor meerdere. We kunnen je helaas niet alle fancy kapsels laten zien, maar we kunnen je wel wat tips geven. Ja, en dan kun jij ze zelf uitproberen. Goed. Een van mijn lievelingsmanieren om mijn kapsel fancy te maken is om te beginnen met... Voilà! Een haarband. En als je je haarband nog een beetje saai vindt, geen probleem. Dan maak je hem zelf fancier. Met een leuke strik. Of wat stickers. Of met andere fancy dingetjes die je bij je thuis hebt liggen. Oelala! Ons haar ziet er nu al stukken fancier uit. Maar er is nog genoeg wat we kunnen doen om onze coiffures nog fancier te maken. Dat is Frans voor kapsel. Je kunt haarspelden indoen. Of klimmetjes. En wat dacht je van bloemen? Magnifiek idee, Brie. Wees je niet bang om iets nieuws en verrassends uit te proberen. Dus inmiddels denk je waarschijnlijk... Wauw, hun haar is nu zo fancy. Het lukt ze vast niet om het nog fancier te maken dan dit. Of wel? Natuurlijk wel. Met behulp van een très elegante tiara. Heb je ooit iets gezien dat nog fancier is dan dit? Oelala! Dus zoals je kunt zien is het heel erg leuk om je haar fancy te maken met versieringen. Vooral als je het samen met je beste vriendin doet. En zo maak je dus een fancy kapsel.